En de parketwacht van het Hof van Justitie is vanmorgen positief getest op het COVID-19 virus. En dat meldt het Hof van Justitie in een persbericht. De medewerker die nu in quarantaine is, werkt bij het gerechtsgebouw aan de Wulfingstraat. In dit gebouw worden strafzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep gehouden. Ook het kabinet van de rechtercommissaris is daar ondergebracht. Gelijk na de besmetting heeft het Hof in samenspraak met het BOG maatregelen genomen. Het gebouw is inmiddels ontsmet door het NCCR. Op basis van de adviezen van het BOG zal dit weekend worden besloten of de zittingen die gepland staan voor de komende week al dan niet aangepast voortgang zullen vinden. Het Hof van Justitie meldt verder dat alles in het werk wordt gesteld om de continuïteit van de rechtsgang te waarborgen. Daarbij wordt de gezondheid en veiligheid van zowel de medewerkers als van de rechtszoekenden als hoogste prioriteit gezien.